Ik ben in 2005 in aanraking gekomen met Stef. Toen zaten wij in een hele moeilijke situatie. Onze rozenkwekerij die we toen hadden, die liep helemaal niet meer en wij zaten tegen faillissement aan. Het probleem was, wij waren zeer zwaar gefinancierd. Toen kregen we dus de brand en daarbij kregen we de schade niet uitgekeerd naar raad doordat het schadebedrag was. Dus kwamen we nog financieel veel zwaarder te zitten. Stef is toen op een of andere manier met iemand hier binnengekomen. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen heb ik met hem staan kletsen en toen dacht ik, ja, die luchtfietserij, daar heb ik helemaal niks mee. En na een aantal maanden heb ik toch contact gezocht. En ben ik een keer naar een avond geweest waar meerdere bedrijven waren die gebalanceerd werden. En daar werd ik toch wel getriggerd om iets verder te gaan als de gedachte van het is allemaal luchtfietserij. Ja, banken zijn hele harde zakelijke mensen die zeggen van ja, dat is niet ons probleem, je had dat anders moeten regelen. Uiteindelijk zaten we zo ver in de problemen dat ook nog eens de markt, de prijsvorming zakte. En toen heeft de bank op een gegeven moment van een op de andere dag de stekker eruit gehaald. Toen moest het personeel ontslaan en dergelijke. En toen stonden we met niks meer. Ik heb ook hele slechte nachten gehad en hele slechte dagen. De moeilijkste momenten waren het tijdens het faillissement, wat natuurlijk allemaal niet niks is en je niet in de koude kleren gaat zitten. Er zit natuurlijk ook een stukje schaamte in als je failliet gaat. Toen hebben we het bedrijf wel weer kunnen opstarten, maar dan met een andere teelt, de teelt waar we nu in zitten. En toen zijn we nog door een aantal zeer diepe dalen gegaan. Het komt goed. Dat was voor mij steeds iets waar ik me aan vastgehouden heb. Het komt goed. Uiteindelijk is het ook allemaal goed gekomen, maar het is wel zeg maar een traject geweest van 19 jaar waar we door hele diepe, diepe dalen zijn geweest. We hebben ons wat dat betreft daar wel toch doorheen kunnen slaan met behulp van Stef en de mensen om ons heen. En dat is natuurlijk heel waardevol geweest wel al die jaren. We hebben hier het bedrijf gebalanceerd door medewerking van Stef, waardoor hier heel veel dingen anders zijn geworden als in het verleden, waardoor we nu mogelijkheden hebben om het bedrijf mooi te zien groeien, mooie planten kunnen kweken en dergelijke. En niet dat we meer met heel veel chemische dingen en dergelijke moeten bezig zijn. We willen niet stoken, het is ook een buitenproduct, dus we hoeven niet te stoken. Vandaar dat we zo met zo laag mogelijk energieniveau, dus we gebruiken iets elektriciteit, maar geen gas of dergelijke. En alleen grondwater. En het meeste grondwater wat we opvangen vanuit regen op de kast, vangen we in een bassin hier buiten op. En dat gebruiken we dus in de kast om de planten mee van vocht te voorzien. We zijn eigenlijk de hele dag in de natuur bezig. We zijn met een product kweken bezig, maar eigenlijk zijn we de hele dag in de natuur bezig. We hebben hier vogels binnen zitten, we hebben salamanders, kikkers, padden binnen zitten. We hebben wel glas om ons heen. Nou, dat is fijn als het regent of vriest of zo. Maar eigenlijk is het gewoon een natuurlijk product waar we tussen staan, wat we mogen kweken. En waar we andere mensen hopelijk weer blij mee kunnen maken. En ja, dan voel je het ook niet altijd als werk. Doordat ik in aanraking ben gekomen met Stef, ben ik veel meer met energieën gaan werken. Werk ook mee op een bedrijf. In elk ding ben ik van overtuigd, zit een bepaalde mate van bewustzijn. In dat doek zit bewustzijn, in die plant zit bewustzijn. Maar je kunt ook vanuit jouw bewustzijn heel veel dingen meegeven aan planten, maar ook aan insecten, om dingen te bestrijden, om ze terug te dringen, om niet zo hard te laten groeien. Dat heb ik geleerd de afgelopen jaren. En ik ben me verder gaan verdiepen in het energiemanagement, wat Stef dus doet.
En daar heb ik heel veel boeken over gelezen waar ik me in verdiept heb. En dat geeft mij nou de ontwikkeling die ik nou zelf doormaak. Als ik nou kijk naar hoe ik in het leven sta, hoe de dingen lopen, waar ik mee bezig ben en dergelijke, dan denk ik wel eens terug aan de rozen. En ik denk dat het hele proces met het failliet gaan, dat was voor mij toch zeggen een leerproces. De dingen lopen zoals ze lopen moeten, maar je kunt er ook sturing aan geven. En soms moet je een les leren om het positieve te kunnen bereiken. Door praktisch dingen te doen, ja, ervaar je iets. En het ervaren is vaak de beste leerscholen. Dus de dingen die Stef me meegaf, ook echt geprobeerd en gedaan. En dan zag je dat dingen opgelost werden. En als je ze niet goed ervaren hebt, niet goed doorleefd hebt, dan komen ze nog een keer terug. Dat is ook zo. En heel veel mensen hebben geluk met bepaalde dingen, maar iedereen komt zijn dingen tegen in het leven waar je van moet leren. En dan kunnen andere mensen je bij helpen om te ervaren dat dat een leerproces was.